Aangekruist. En van Peter Denneman naar Frank Bosman. Frank, pas los. Ja, nou het gaat gebeuren morgen. Het eerste grote katholieke dicté ever. Ooit ja, leuk gaat initiatief. uitgezonden worden door ons eigen RKK. Ik vind het een verschrikkelijk leuk initiatief. Het is de tweede keer dat ik er aandacht aan besteed. Hm. Morgen uh, tussen 11 en 12. Uitgezonden op Radio 5. Voorgelezen door onze onverprezen Hans van Willigenburg En geschreven door Desanne van Brederode. En die wil daar nog even iets over zeggen. Je bent dan aan het nadenken van welke katholieke woorden ken ik eigenlijk. En dat je vooral merkt van als ik gewoon op straat boodschappen loop te doen of onder de douche sta, dat je denkt: oh ja, maar dat woord kan er ook in. En, en dan kijken of je van die ingrediënten toch iets kunt maken wat, wat een soort zinvol geheel is en zelfs een klein verhaaltje. Ik ben wel benieuwd, nou, wat voor katholieke woorden zij komt er ik boodschap Ze komen, ja, ook, ook doen, dus kan het ongelooflijk, dus ik zou zeggen <laughs> tegen alle luisteraars zeggen, haal je pen erbij, haal je papier erbij, zet de radio in het midden, meeschrijven allemaal. <laughs> uh, er zijn beroemde mensen die meeschrijven op dat moment, uh, meneer Hendricks, hulpbischop van Haarlem, Arjen Plezier van de PKN en Agnes Jongerius, die hoorden we net trouwens ook even bij, ja. uh, oud uh, FNV-voorman, vrouw. En uh, als u dan denkt thuis van ja, maar hoe moet ik dan weten of ik het goed geschreven heb? Het komt daarna op de website, maar ook een uur later in het Platenparadijs... zal uh, Van bekend bekendmaken wie er dan gewonnen heeft. En jij gaat toch ook meedoen? Ik ga ook meedoen, maar ik, uh, ik denk niet dat ik in de uitzending mag omdat ik de beste ben. Nee. Ik, ik denk toch dat ik foutjes ga maken. <laughs> ik ben niet perfect, helaas. Zijn ja, we zijn benieuwd. Voortgeven. Dan is er vandaag, as we speak, wordt er een boek gepresenteerd in Amsterdam. Dag, jongen van licht. Dat zijn toespraken van de beroemde pater Jan van van Kilsdonk, uh -huh. eh, die hij heeft gehouden bij het afscheid van homoseksuele mannen. Die zijn gebundeld en ingeleid door pastoor Pierre Valkering. En he, dus Jan van Kilsdonk, in 2008 eh, gestorven, heeft zich in de jaren 1986 tot 2004 eh, bij, aarde, bij uitvaarten eh, van specifiek homoseksuele mannen hele mooie, hele eh, liefdevolle preken en afscheidsredens. Eh, geschreven. Ook omdat die mannen eigenlijk allemaal voortijdig dood gingen aan aids. Want in die tijd, homo was aids, was dood. Hè? En ja. een groot pastoraal probleem. En hij is met alle liefde is hij daar, uh, mee bezig geweest. Maar hij kreeg natuurlijk vaak ook uh, de vraag van journalisten van, ja, bent u misschien zelf ook uh, homoseksueel? Hm. En dan geeft hij een prachtige quote, die wil ik even meegeven. Zelf mis ik al oh, dus van Kilsdonk... Uh -huh. tot mijn spijt het talent om door mannen erotisch ontroerd te raken. Ja, dat, dat zei die dan met zo'n hele oh. lage, sonore stem. Bijzonder mens. Het, ja, een bijzonder mens. Ja. En als ik het boek gelezen heb, zal ik het nog een keer op terugkomen hier. En dan heb ik nog een boek. Het boek gaat over zeven zekerheden. En het is afkomstig van Staat Geschreven. De website Staat Geschreven. Uh, die website wordt beheerd door Jaap uh, Marinus en Erik Drent. Twee jonge protestante theologen. De een vrijzinnig, de ander orthodox. Die komen elkaar tegen, vechten elkaar uh, in alle vriendschappelijke liefdigheid de tent uit. Omdat ze anders over de God en de wereld denken. Mm. Er is een website van gekomen, staatgeschreven.nl. Die ook de webfish gewonnen heeft vorig jaar. Er is nu een boek gekomen, he, staat geschreven: De Bok. Om het maar even zo te zeggen. Mm. En uh, daarin schrijven de twee mannen in een soort ja, uh, briefvorm aan elkaar. Wat ze over de grote woorden van de christelijke traditie vinden. En je merkt ook dat ze elkaar naderen. Het leuke van het boek is, ik heb het gelezen, is dat je eigenlijk het idee hebt dat ze allebei bij jou aan de keukentafel zitten, met elkaar te discussiëren. Mm -hmm. Jij zit er met je kopje thee, fijn heerlijk, bij en naar te kijken. Oké, okay. voor wie, wat is de doelgroep van, van, van dit boek? Nou, je moet, je moet wel een beetje ingevoerd zijn in de talen hmm. Kanaans. Ja. Dus het is niet voor iedereen geschikt. Maar als je iets van die christelijke traditie weet, en je hebt ook zoiets van, ja, maar ik twijfel de hele tijd zo. En misschien vind je die twijfel ook wel een beetje zondig op de een of andere manier. De twijfelen is zondige. Dan moet je dit boek lezen, want dan leer je dat twijfelen eigenlijk heel gezond is voor elke gelovige. Het is een twijfelboek. Oké, okay, heel goed. Net zoals goed de twijfelste heeft uitgebracht, is dus dit eigenlijk het christelijke twijfelboek. Ja. Nou, dan als ook nog even een leuk berichtje tussendoor. De paus, Benedictus XVI, die gaat vanaf maandag eindelijk op. Twitter. Ja. Het was hij toch Twitter al? Account. Nou ja, net zoals de Koningin en Sinterklaas. We hebben een stuk of 1800 ah, verschillende ja. accounts. Kijk maar op hoeveel manieren je Benedictus kan spellen. En er is wel een, uh, een Twitter-account van. Maar hij gaat nu echt zelf twitteren. Althans, nee, niet. Hè. Waarschijnlijk gaat Craig Burke doen. De Amerikaanse journalist. Die als communicatieadviseur bij de Vaticaanse persdienst is toegevoegd. Maar in ieder geval een. Authorized accounts, als mm -hmm. dat dan heet, komt daarvan. En uh, helaas, ik weet nog niet welk naam het is, anders zou ik het zeggen. Ik heb me rot gezocht, kon niet vinden welke, hoe die naam, hoe dat account zal gaan heten. Maar vanaf maandag even koekelen. En, en wat kunnen we, we dan verwachten? Het. Denk je gaat hij dan van, ik, ik ga nu naar de, de heilige missen of uh, ik heb lekker geluncht? Nou, of. Weet je wel het probleem altijd met die corporate accounts is? Dat is altijd. Dan krijg je ze dus iemand in die zegt: vandaag ga ik op uh, reis naar Brazilië. Morgen creëer ik ja. vijftien... Een soort, een soort agenda die doorgetwitterd gaat worden. En dat werkt niet. Zolang Benedictus niet letterlijk zegt van... Uh, uh, ik had in Beieren twee poezen en die mis ik af en toe zo erg. Ja. Of uh, vandaag heb ik een vlek in mijn, uh, in mijn jurk gekregen... en dan krijgen we niet meer uit. Ja. Ik overdrijf nou een beetje. Maar als hij dat soort dingen niet gaat zeggen... Ja. kan hij nooit op een persoonlijk niveau contact krijgen... met zijn volgelingen. Twitter werkt alleen maar... Ook als je Twitter professioneel gebruikt, heel direct en heel dichtbij. Dus je mag ook best twitter dat je naar Brazilië gaat. Maar het gaat om een combinatie van Juist. Want Femke Halsema, de Twitterkoningin, werd ze wel genoemd. Die had allemaal politiek getinte Twitters over haar tegenstanders en medestanders. Maar af en toe had ze tussendoor... Ik ga even de tweeling ophalen, haar kinderen ophalen. Of de tweeling kon vannacht niet slapen, dus ik ook niet. En doordat er af en toe tussen die zakelijke iets door te... Uh, gebruiken krijg je een heel persoonlijke band met iemand. Ja. ja. En nog, je had iets over slachtoffers van secten? Ja, er is een website www.sectesignaal.nl van het uh, Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een broertje van meld misdaad anoniem de telefoon. Als je in een secte zit, zeggen ze, of als je iemand kent die in een secte zit en jij of iemand anders komt er niet meer uit, dan kan je hen mailen, faxen, smsen en dan helpen ze je okay. om uit die secte te komen. Nou, heel goed initiatief lijkt me. Gegevens ja. zijn allemaal te vinden op onze website. Dus dan, uh, Zeker. dan en uh, ook van het boek wat je net noemde, ja. dan, uh, dan kunnen mensen de weg verder vinden. Dank je wel. Graag gedaan voor deze week.